Relaties van Berensen. Ik wil u allemaal graag van harte welkom heten in Helmond. Op deze voor ons bijzondere locatie. Mijn naam is Lars Kamphuis en ik ben algemeen directeur van Berensen Nederland. De aanleiding dat we u vandaag hebben uitgenodigd is dat Berensen in Helmond een nieuwe en moderne industriële wasserij heeft gebouwd. Die wij vandaag officieel gaan openen. Goedemiddag dames en heren. Mijn naam is Rob Molien. Mijn naam is Emiel Lensen. En toen de organisatie van deze bijzondere middag ons vroeg of we iets wilden begeleiden en u in verbijstering achter wilden laten, zeiden wij natuurlijk onmiddellijk ja. En gelijk is het enthousiasme ver te zoeken. Ja, dat is jammer. Ja, dat is eigenlijk jammer, want het wordt niet zomaar een dag. Nee, het wordt namelijk een unieke dag. Een magische dag. Een dag die vol zit met verwondering, verbazing, verrassingen, vingervlugheid, illusies, bijzondere mensen, mooie momenten en natuurlijk heel veel magie. En opnieuw is dat enthousiasme ver te zoeken. Ja, dat is jammer. Ja, maar voordat u losbarst in een ovationeel applaus, want ik voelde hem al aankomen, willen we wel een beetje luchtig beginnen vandaag. Een beetje luchtig, een beetje flexibel, een beetje kneedbaar en goud, want het is een gouden dag vandaag, toch? Dames en heren, we zijn live. U mag terugpraten. Ook de mensen achterin op de goedkopere plaats. Doet u even mee. Dames en heren, het is een gouden dag, toch? Iedereen die wat klaagt over de warmte, dames en heren, denkt u er nou eens goed over na. Bij de Zwaluwhoeve betaalt u hier met uw partner 79,50. Ja, dames en heren. Dus valt op zich best vandaag bij de prijs in begrepen. Ja, en dit is niet zomaar het begin van het programma. Dit is nou echt zo'n opening met een knoopje. Ja, want als ik die niet leg, loopt alle lucht eruit. Dan wordt het zo'n slappe bedoeling. Ja, zie ik die meneer daar met zijn armen over elkaar gelijk zitten denken van joh, wat gaat hij doen met die ballon? Nou, dat zal ik u vertellen. Ik heb niet alleen die ballon meegenomen. Ik moet even kijken waar ik hem heb. Ik bracht ook mee een mesje en in de ballon een flesje wijn. Dus ik ben, mijn conditie is niet zo dat ik het niet warm heb, want ik kan het bijna niet tegen. Ik sta ook bijna op kookpunt. Maar ik denk toch dat ik als burgemeester van Helmond vandaag enorm trots ben dat ik samen met jullie allemaal dit bedrijf Berensen mag onthullen op de nieuwe plek die er nu staat. En dan ga ik toch even terug met u in de tijd. Want het is 60 jaar, of 58 jaar geleden dat Berensen zeg maar, hier in Helmond gevestigd was. Als wij hier nu staan, dan zou ik ook hier de Olympische vlag kunnen hangen. Want we zijn gewoon een economische regio waar je u tegen zegt, waar alleen maar geëxceleerd wordt. Waar ongeveer 42% van al onze patenten vandaan komen. Dan denk ik van, dat is knap. En daar is zo'n bedrijf als Berensen één onderdeel van geweest. En applaus voor deze groep mensen die hier links staan. Dat is een team uit Helmond. Die de afgelopen jaren heel hard gewerkt hebben met elkaar om deze fantastische nieuwe wasserij te realiseren. Dus graag jullie applaus daarvoor. En dan wil ik nu graag met z'n allen aftellen. En dan gaan wij met z'n vijven op de rode knop drukken. Wat mij betreft, 10, 9,